Ik kan me zo voorstellen, Jeremy, dat jij niet kan wachten totdat het morgenavond 8 uur is. Ja, zeker. Ik heb heel veel zin in. En ja, ik moet morgen gewoon laten zien dat ik in de basis hoor. En gewoon mijn ding doen zoals ik altijd voetbal. Lang gevochten voor deze kans? Ja, best wel, ja. Ik ben al, zit al een paar maanden hierbij. En tegen Den Bosch zou ik eigenlijk spelen. Maar die werd jammer genoeg afgelast door het sneeuw en zo. En nu mag ik me eindelijk laten zien. Ja. Voor jou is het eigenlijk bijna een geluk dat de vorige trainer is weggestuurd. Van ja, juist doordat jouw trainer die al bij Jong Sparta zit en nu zit, krijg je deze kans. Ja, dat heeft hij wel gelijk. Ja. Ja. Vorige week zat ik eigenlijk nog op de tribune. En nu met twee nieuwe trainers speel ik nu ineens basis. Dus dat is wel mooi. Ja. Voor de mensen die helemaal nog niets van jou weten, wat voor type voetballer ben jij? Ik sta verdedigende middenvelder. Ik zorg meestal voor de opbouw. Met goede paas, goed overzicht. En vooral voor het voetballende gedeelte ben ik. En je bent de zoon van Dennis de Nooijer, bekende naam binnen Sparta natuurlijk. Heeft jouw vader jou nog extra tips meegegeven nu het de grote dag echt eraan zit te komen? Ik heb hem hier nog niet echt over gesproken, maar hij geeft altijd tips mee dat ik gewoon zo moet spelen zoals ik kan spelen en niet met extra zenuwen moet gaan spelen. Dus, Sparta zit door dit verhaal net wel letterlijk in jouw bloed, geloof ik. Ja, ik loop hier al rond vanaf dat ik klein ben, dus het zit zeker in mijn bloed, ja. Dan over de serieuze kant van deze wedstrijd, want ja, dit is er eentje, als Sparta nu niet wint, dan gaat het echt een heel moeilijk verhaal worden. Ja, zeker. We moeten morgen sowieso gaan winnen. Want als je morgen gelijk speelt of verliest, dan is het heel moeilijk om nog kampioen te gaan worden. Dus, ja. Dan weer afhankelijk ook van de concurrentie natuurlijk. Het is wel heel erg scheef getrokken nu, hè, met Helmond Sport, dat er nog maar een paar te gaan. Hebben jullie een stuk meer, maar jij vindt het nog steeds realistisch dat ja, als je alles wint, dat je dan waarschijnlijk kampioen bent? Ja, ik vind het wel, ja. Ik denk niet dat volgens mij Volendam staat boven ons. En ik denk niet dat hun alles gaan winnen. Dus we hebben het in onze eigen hand dat we alles moeten gaan winnen. En we hebben een beetje ongeluk gehad dat Veendam en Veendam tenminste wel. Maar Helmond in ieder geval nog meer. AGOVV. Daar hebben we een beetje ongeluk mee gehad dat hun allemaal failliet zijn gegaan.